hebben het verlangen om in aanbidding voor hem te staan. En zo ook wij in deze kerk. A thousand generations falling down in worship. Oh,
terima kasih. Vader, wij danken voor u. Kesempatan yang indah pada malam hari ini. Voor deze ini. Mooie gelegenheid op deze avond. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. En wij kunnen weer terug zijn Heer om tot u te komen. Untuk bersama-sama kami belajar dari kebenaran firman. En dat we samen iets willen leren vanuit uw woord. Tuhan, pimpin ibadah online malam hari ini. Heer, leid ons in deze online dienst. Wij mogen buka hati kami. Wij willen onze harten openen. Wij mogen buka pikiran kami. Wij willen onze gedachten, onze oren openen. Untuk firman Tuhan. Voor uw woord alleen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u Heer Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus Christus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Kami sudah berdoa sambil mengucap. Hebben gebeden met dankzegging. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de naam van onze Heer, lieve broeders en zusters. Lagi kita malam hari ini en we zijn weer terug belajar dari kebenaran firman Tuhan om te leren uit de waarheid van Gods woord dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus van de brief van Paulus gericht aan de kerk in Efeze dan malam hari ini kita akan melihat en deze avond Efesus pasal yang keempat willen we samen gaan bekijken in Efeze hoofdstuk 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 vers 8 tot en met vers 9 Efesus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 Efesus hoofdstuk 4 vers 8 tot en met 9 di sana dikatakan demikian bunyi firman Tuhan daar wordt iets gezegd en zo luidt Gods woord dan saya akan berikan tema malam hari ini adalah en ik geef het thema door aan u deze avond membebaskan tawanan haleluya is de krijgsgevangene of de gevangene vrij te maken membebaskan haleluya membebaskan tawanan de gevangene vrij te maken itulah sebabnya kata nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mee. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Gaven gaf hij aan de mensen. Bukankah ia telah naik? Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Nah, saudaraku ada seorang guru besar. Lieve broers en zusters, er is een grote leraar geweest. Dari ilmu filsafat kedokteran. Psychologie of fysiologie. Yang bernama Raymond Moody. En de naam is Raymond Moody. Raymond Moody ini menulis sebuah buku. Raymond heeft een boek geschreven. Yang diberi titel Life After Death. En hij heeft de titel gegeven Het leven na de dood. Nah, di dalam buku ini dia menuliskan tentang dia mengadakan penelitian kepada 100 orang. En in dit boek heeft hij een onderzoek ook beschreven. Onderzoek gericht bij 100 mensen yang pernah mengalami kematian die ooit ook de dood heeft ervaren lalu hidup kembali en daarna weer levend zijn geworden jadi pengalaman kematian dat is eigenlijk de bijna dood ervaring ya. Nah dari 100 orang ini saudaraku en van al die 100 mensen 86 orang en 87 mensen. Mereka mengatakan pengalaman yang sama. 86 mensen. Ze hebben ook gezegd dat ze dezelfde dingen hebben ervaren. Yaitu mereka melewati tunnel yang gelap. En ze hebben gezegd dat ze door een donkere tunnel zijn heen gegaan. Sedangkan yang 14 orang lainnya. Terwijl die andere 14 mensen. Mereka mengatakan hampir sama, hampir mirip. Tetapi belum jelas, tidak jelas. Ze hebben wel ook zoiets ervaren, maar het was niet echt duidelijk geweest voor hen. Nah, yang 86 orang ini. En nu, als we nu hebben over die 86 personen. Mereka mengatakan bahwa setelah melewati tunnel yang gelap itu. Ze hebben allemaal gezegd dat ze door die donkere tunnel zijn heen gegaan. Mereka melihat ada sebuah titik terang. En dat ze aan het einde van de tunnel een lichtpunt hebben gezien. Dan
Mereka juga mengatakan bahwa mereka diperlihatkan. En ze hebben ook gezegd dat aan hen is getoond of is laten zien. Tentang kejadian-kejadian hidup yang mereka pernah lakukan. Eigenlijk over hun eigen leven, zoals een film en wat ze ooit hebben gedaan in hun eigen leven. Ja. Lalu setelah itu mereka mendengar suara yang mengatakan. En nadat ze dat hebben gezien of ervaren, was een stem die zei tot hen. Bahwa mereka harus kembali lagi ke dunia. En dat ze terug moesten keren, terug moesten gaan naar de wereld of naar de aarde. Karena waktu mereka belum tiba. Want hun tijd was nog niet aangebroken. Nah, ini adalah menurut penelitian dari Dr. Raymond Moody. En dit is volgens een onderzoek geweest van het onderzoek van Dr. Raymond Moody. Nah, apa kata Alkitab? Maar nu, wat zegt de Bijbel tot ons allen? Tentang segala sesuatu di balik kematian. Over alles of alle dingen die achter de dood liggen of zijn. Nah, saudaraku, pada bagian ayat yang kita baca ini. Nou, broeders en zussen, het gedeelte wat wij nu hebben gelezen. Paulus hendak menerangkan kepada kita semua. Heeft Paulus willen uitleggen aan ons allen. Sebuah proses apa yang terjadi. Een bepaald proces wat er gaande is of wat er gebeurt. Tatkala Yesus bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Nadat Yesus uit de dood is opgestaan en ten hemel is opgevaren. Nah, pada umumnya, en over het algemeen, orang Kristen berpendapat, hebben de christenen de denkwijze bahwa sejak penebusan dosa oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dat vanaf het moment vanwege de verzoening of de verlossing door het bloed van Jezus aan het kruis, maka semua orang Kristen percaya, en zo geloven alle christenen daarin, kalau mereka meninggal dunia, en als ze straks hierna zullen sterven of doodgaan, maka rohnya langsung dibawa ke surga. Zo geloven zij of wij allen dat onze geest direct of meteen naar de hemel wordt gebracht. Nah, kata sorga di dalam bahasa Yunaninya. En nu wij over dat woord hemel hebben in de Griekse taal. Auranos. Is dat Auranos. Auranos. Itu kata sorga dalam bahasa Yunani. En dat is het woord de hemel in de Griekse taal. Kalau saya pribadi, saudaraku. Maar voor mij persoonlijk, broers en zusters. Berpandangan tidaklah demikian. Ik heb niet dezelfde denkwijze daarover. Saya percaya. Ik geloof. Setiap orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan. Elke gelovige die in de Heer is gestorven. Maka rohnya akan dibawa oleh Tuhan di satu tempat. Zo zal onze geest door God gebracht worden naar een bepaalde plaats. Dan tempat itu dinamakan intermediate state. En die plaats wordt genoemd intermediate state. Nah, bagi orang yang meninggal di dalam Tuhan. En nu vooral diegenen die al in de Heer zijn gestorven. Maka orang itu ditaruh di satu tempat yang namanya paradesos. Dan, di dalam bahasa Yunani. Dan zullen zij of worden wij geplaatst in de plaats wat heet paradesos en wat ook de Griekse taal is. Ja, kalau saudara membaca dalam Lukas 23. En wij willen samen iets lezen daarover in Lukas 23. Ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43. Vers 42 tot en met vers 43. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus. En daar wordt ook gezegd door onze Heer Jezus. Kepada seorang yang mati di atas kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. En dit gaat seorang penjahat maksudnya. Over de criminele of kwaaie persoon die ook aan het kruis hing samen met de Heer Jezus. Lalu ia berkata. En hij zei dus, ja, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Heer, gedenk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Lihat, apa kata Tuhan Yesus kepadanya, saudara? Lees u, laten we samen lezen wat de Heer Jezus tot hem zegt daarna. Aku berkata kepadamu. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u. Sesungguhnya, hari ini juga, heden of vandaag,
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus paradisos. Zult u of zult gij met mij in het paradijs zijn? En dat is paradisos. Jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Dus wij weten nu al diegenen die in de Heer zijn gestorven. Jelas di sini Tuhan tidak membawa roh orang itu langsung ke Uranus, ke surga. En duidelijk kunnen we ook hier opmaken dat de Heere niet onze geest naar de hemel brengt, Uranus, nog niet. Tuhan membawa roh orang yang meninggal di dalam dia. En de Heere brengt al degenen van het geest van de mens die in hem zijn gestorven. Dibawa ke paradisos. Naar de plaats. Dat heet paradisos. Sedangkan untuk orang yang meninggal di luar Tuhan. En terwijl wij dan ook zien wanneer de mensen dan buiten de Heer sterven. Mereka akan dibawa rohnya itu di dalam satu tempat yang dikatakan Seol. En zij worden ook gebracht, hun geest bedoelen wij, naar een bepaalde plaats. En die plaats heet Seol. Nah, di dalam Ulangan 32. En we willen samen onderzoeken in Deuteronomium. Ulangan 32 ayat yang ke-22. En we kunnen iets lezen in Deuteronomium hoofdstuk 32. Vers. Ayat yang ke-22. 22. Ya, Ulangan 32 ayat 22. En Deuteronomium 33 vers 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku. Want, zoals hier staat, het vuur wordt door mij boosheid aangedaan. Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. En daar staat ook verder, want een vuur is in mijn toorn ontstoken. Het brandt tot in de diepte van het dodenrijk. Seol. Seol. Dunia orang mati yang paling bawah. Hier staat het over het dodenrijk dat bestaat, dat er is in de diepte. Api itu memakan buah bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar-dasar bumi. Hij vertiert de aarde met wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten of de fundamenten van de berg. Jadi kita lihat, saudaraku. En dus hieruit zien we. Roh orang-orang yang meninggal di luar Tuhan. Er wordt ook beschreven aan al de geesten van de mensen die buiten de Heer hebben geleefd. Ditempatkan di satu tempat yang bernama Seol. En hun geesten worden geplaatst of verzet naar een plaats wat heet Seol. Dunia orang mati. Het dodenrijk. Ya, di mana? Dus, di dalam dunia orang mati pun ada api, saudaraku, di sana dikatakan. En als we hier ook goed hebben gelezen, en ook het dodenrijk bestaat het vuur of een vuur. Ada api yang menyala-nyala. Een vuur dat brandt. Ini belum neraka, saudara. We hebben masih hier nog Seol. Niet over de hel, maar wordt hier bedoeld Seol. Jadi kita lihat. Dus van hieruit zien wij. Nanti di dalam kematian ada perpisahan di sana. Straks na de dood of in de dood zelfs, dan zal er een afscheid zijn of een scheiding zijn. Jadi pastikan saudara dus, dan saya sekarang hidup di dalam Tuhan. Bepaal voor uw leven, maar het geldt ook net zo voor mijn leven, dat we nu een leven hebben of lijden in de Heer. Setia di dalam Tuhan. En dan bedoelen wij ook dat wij trouw moeten zijn in de Heer of aan de Heer. Sampai garis akhir. Tot wij de eindstreep hebben bereikt. Sehingga ketika kita selesai di dunia ini. Want straks zullen wij ook klaar zijn met het leven hier op aarde. Daging ini akan kembali ke tanah. En het lichaam of het vlees zal terugkeren naar stof of grond. Tetapi jiwa dan roh. Maar wat wij zeggen, onze geest en ziel. Itu akan dibawa oleh Tuhan di satu tempat yang bernama paradisos. Dat zal de Heere ons brengen wat heet paradisos. Nah, saudaraku, kita kembali lagi
ke ayat yang ke-8 dalam Efesus 4 tadi. Laten we dan weer teruggaan naar Efesus hoofdstuk 4, vers 8. Laten we daar verder gaan. Efesus 4 ayat 8, di situ kita lihat Yesus berbicara, hoofdstuk 4 vers 8, dan lezen wij dat de Heer Jezus hier spreekt. Ayat ini berbicara. En dat dit vers spreekt. Ketika Yesus naik ke sorga. En wat de Heer ten hemel is opgevaren. Ia membawa tawanan-tawanan. En dat hier letterlijk ook wordt vermeld, wordt beschreven over hij nam krijgsgevangenen of gevangenen mee. Nah, saudaraku, broers en zusters, ada orang menafsirkan, er zijn mensen die dit uitleggen, bahwa tawanan-tawanan ini adalah orang-orang yang meninggal di perjanjian lama. En dat ze uitleggen dat de gevangenen of krijgsgevangenen worden bedoeld, al de mensen die zijn gestorven in de tijd van het Oude Testament. Ja. Saya tidak menafsirkan demikian. Maar ik wil niet dezelfde idee hebben of ik zal het ook niet op die manier willen uitleggen. Ja, kata tawanan-tawanan ini. En dit woord krijgsgevangenen of gevangenen. Tidak menunjukkan kepada roh-roh orang yang suci yang ditempatkan Tuhan di paradisos. Er wordt niet verwezen naar de mensen of de heiligen, wat de Bijbel zegt, die in de Heer zijn gestorven en dat ze dan zijn terechtgekomen in het paradijs, paradiso. Ja. Dat is niet wat hier wordt bedoeld. Bukan itu maksudnya. En dat is niet hiervan de bedoeling. Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. De Heer heeft inderdaad al degenen die in hem zijn gestorven naar een bepaalde plaats gebracht. Baik itu di dalam perjanjian lama. Zowel al diegenen in de tijd van het Oude Testament. Maupun di dalam perjanjian baru. Maar ook al diegenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Pada waktu orang yang meninggal di dalam Tuhan, rohnya sudah dibawa Tuhan en ke al, paradisos. Al diegenen van de mensen die in de hier zijn gestorven, hun geest wordt verplaatst of verzet naar de plaats paradiso. Itu bukan tawanan-tawanan, saudara. Maar daar wordt niet mee bedoeld de krijgsgevangenen of de gevangenen. Itu adalah tempat sementara. Want dat is een bepaalde of een tijdelijke plaats. Ya, sebelum Tuhan menempatkan orang-orang ini, roh orang-orang ini masuk ke dalam kerajaan sorga. En voordat de Heer al deze mensen brengen naar de hemel. Jadi apa maksudnya di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, ia membawa tawanan-tawanan. En daarom laten we eens goed onderzoeken of lezen wat er staat. Hij is naar de hoge of naar de hemel opgevaren en hij voerde gevangenen of krijgsgevangenen mee. Ayat ini menunjukkan kepada kita manusia. En dit vers verwijst naar ons de mensen. Yang masih hidup ditawan oleh dosa. Bedoeld wordt al de mensen die nog leven in gebondenheid van zonde. Ja, ayat ini berbicara mengenai kehidupan manusia yang masih ditawan oleh dosa. En dit vers wordt bedoeld van het leven van al die mensen die nog als gevangenen zijn van de zonde of van hun eigen zonde in hun eigen leven. Apa buktinya? En waar is het bewijs van? Nah, saudara baca dalam Lukas 4. Laten we samen lezen in Lukas. Lukas 4 ayat 19. Hoofdstuk 4 vers 19. Sampai ayat yang ke-21. Tot en met vers 21. Kita akan lihat di sana, saudara. We willen samen gaan bekijken. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling meneguhkan. En we zijn dankbaar wanneer we de Bijbel lezen dat het ene vers het andere vers bevestigt of versterkt. Ja, itu firman Tuhan. En dat is wat Gods woord is. Sebab kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Wij moeten gewillig zijn om te leren of onderwezen te worden uit de waarheid van Gods woord. Sehingga kita dapat mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup kita. Zodat wij meer en meer zullen begrijpen wat Gods bedoeling is en wat Gods wil is
voor onze leven. Nah, dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ja. En dat staat in Lucas hoofdstuk 4 vers 19. En om aan de gevangenen loslating te verkondigen. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Hij heeft mij gezonden daarvoor en aan blinden het gezicht te geven. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. En om gebrokenen heen te zenden. In vrijheid. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. En om te verkondigen het aangename jaar van de Heer. Kemudian ia menutup kitab itu. En daarna sloot hij het boek. Dan memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu gaf duduk. Het aan de dienaar terug en ging zitten. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Jadi saudaraku, dus broers en zusters, sewaktu Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya di depan orang banyak tentang kata tawanan-tawanan. Toen de Heer Jezus voorlas het geschriftgedeelte van Yesaya waarin vermeld staat beschreven wordt over de gevangenen. Di sini sebenarnya telah digenapi. En hierin wordt eigenlijk ook vervuld. Pada saat itu juga di mana orang-orang mendengarkan perkataannya. En op datzelfde moment dat al die mensen zijn woorden hoorden. Peristiwa itu belum terjadi penyaliban. En deze gebeurtenis was nog niet daarna eigenlijk pas de kruisiging. Dit is nog niet geweest. Apa maksudnya di sini? En wat wordt hierin dan bedoeld? Maksudnya adalah. En de bedoeling. Bahwa pembebasan is, kepada orang-orang tawanan. En nogmaals wordt hier vermeld. Om aan gevangenen loslating of bevrijding te verkondigen. Adalah symboliek atau gambaran. Is het type beeld of symbolis daripada manusia yang dipenjarakan karena tabiat-tabiat dosa. En dat is gericht aan al de mensen die nog als gevangenen leven omdat zij allen nog onder de gewoonte van de zonde hebben geleefd. Ah, jadi pada saat itu orang-orang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dus hetzelfde moment dat al die mensen in de synagoge hoorden wat de Heer Jezus sprak of zei. Mereka sebenarnya orang-orang yang mendengar itu adalah orang-orang yang masih dipenjarakan karena dosa-dosa mereka yang mengikat mereka, saudara. En zo kunnen we hieruit opmaken dat al die mensen die dat hoorden degenen zijn die als gevangenen tussen aanhalingstekens leven of zijn onder de zonde. Sehingga Tuhan berkata dia datang untuk membebaskan. En daarom Gods woord zegt ook daarover. Hij is gekomen om vrij te maken of bevrijding membebaskan kepada orang-orang tawanan. Voor al diegenen die nog gevangen zitten of gevangen zijn. Orang-orang yang masih tertawan oleh dosa, yang masih diikat oleh dosa. En dat wordt bedoeld al de mensen, al diegenen die als gevangenen of gebonden onder de zonde vanwege de zonde leven. Jadi jelas di sini, saudara. Dus van hieruit zal voor ons duidelijker moeten bahwa zijn. Bahwa hal ini tidak menunjukkan kepada roh-roh orang benar yang sudah ada di paradesos. En deze versen wijzen ons uit dat niet wordt bedoeld van al de geesten, van al de mensen die in het paradesos zijn terechtgekomen. Ja, ini bukan menunjukkan kepada roh-roh orang mereka. En dit wordt niet verwezen naar hen. Sebab paradesos bukanlah tempat bagi tawanan-tawanan. Want paradesos, het paradijs, is niet de plaats of de plek waar gevangenen komen of terechtkomen. Melainkan satu tempat di mana roh-roh mereka itu akan beristirahat. Maar de Bijbel vermeldt ook daarover dat is de plek, de plaats waar de mensen tot rust moeten gaan. Nah,
Jadi kita lihat saudara. Dus van hieruit lezen wij en zien wij. Dari sini kita bisa belajar. Vanuit hier moeten wij iets leren. Apa maksudnya membebaskan tawanan-tawanan? Wat wordt dan bedoeld met nogmaals de gevangenen vrijmaken? Ya, jadi tawanan-tawanan di sini bukan berbicara mengenai roh-roh orang mati yang dibebaskan. Yang sudah ada di dalam paradijs. Nogmaals, we willen nog benadrukken dat hier niet mee bedoeld de geesten van de mensen die al in het paradijs zijn terechtgekomen. Nee. Karena ada yang mengajar hal seperti itu. Want er zijn mensen die dat een lering geven. Tapi saya berpandangan. Maar vanuit mijn positie. Bahwa tawanan-tawanan di sini adalah manusia-manusia yang harus dibebaskan. Dari tabiat-tabiat dosa. Heb ik de denkwijze dat wat met de krijgsgevangenen of gevangenen wordt bedoeld, zijn al de mensen die nog onder de gewoonten of in gebondenheid van het zonde zijn vrijgemaakt. Ja, lalu dikatakan juga oleh firman Tuhan. En zo zegt ook Gods woord verder tot ons. Iya. Christus Jezus maksudnya. Hij, dat wordt bedoeld Christus Jezus. Memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Geef ons allen aan de mens gaven. Nah, apa maksudnya di sini saudara? En wat wordt hierin dan bedoeld broers en zusters? Kata pemberian di sini. En dat woord gaven. Di dalam bahasa Yunaninya. In de Griekse taal. Do mata. Do mata. Do mata. Domata. Ja, artinya karunia karunia. Wat betekent gaven? Ja, ini bukan karismata. Ya. And it is niet charismata. Karismata juga artinya karunia karunia. Charismata heeft ook een betekenis van gaven. Tetapi di dalam ayat ini. Maar in dit vers kunnen wij lezen. Disebut dalam bahasa aslinya domata. Wat bedoelt in de originele taal domata? Juga mengandung arti karunia-karunia. En dat ook de betekenis heeft van gaven. Nah, mungkin ada yang bertanya. En misschien onder ons komt een vraag. Bukankah hanya Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia? En wij weten dat de Heilige Geest ons, de mens, ook gaven geeft. Karena kita bisa menjumpainya di dalam Alkitab. En wij kunnen het ook lezen of vinden in onze Bijbel. Di mana kita mengenalnya karunia-karunia Roh Kudus. En dat wij ook lezen over de gaven van de Heilige Geest. Saudaraku, kalau kita kembali kepada firman Tuhan. En als we terug willen gaan naar Gods woord. Ya, di sini dikatakan bukan Roh Kudus yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. En als wij dit goed hebben gelezen, hier wordt niet vermeld over de Heilige Geest die die gaven geeft. Aan de mens. Melainkan Christus Jezus. Maar hier staat geschreven over Christus Jezus. Jadi Christus Jezus juga memberikan karunia-karunia. En van hieruit kunnen we opmaken dat Jezus zelf ons ook gaven geeft. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 17. En nou willen we verder iets over lezen in Jakobus. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus hoofdstuk 1 vers 17. Di sana kita lihat. Daar lezen wij ook iets daarover. Ja, setiap pemberian yang baik. En elke gave die goed is. Ja, ini juga tentang gift, tentang pemberian. We hebben nu over de gave of gift. Dan setiap anugerah yang sempurna. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is. Datangnya dari atas. Daalt van boven. Nee. Diturunkan dari siapa? Van wie komt dat? Dari Bapa. Ja. Dan lezen we hier iets over van de Vader der lichten. Dari Bapa segala terang. Van de Vader van de lichten. Jadi kita lihat di sini, ini firman Tuhan dus, luar biasa sekali. Gods woord is zo geweldig. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Wij weten al dat de Heilige Geest ons gaven geeft als eerste. Jezus Christus memberikan karunia karunia. Maar daarnet hebben we ook iets gelezen dat Jezus Christus ook gaven geeft aan de mens. Di Yakobus ini berkata, Bapa memberikan karunia karunia. Maar ook hier in Yakobus lezen we iets over de Vader nu
die ook de gaven of geschenken geeft aan de mens. Jadi dari sini kita dapat melihat. Dus van hieruit kunnen wij iets zien of moeten wij iets inzien. Bahwa ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Dat de drie persoonlijkheden in God, die de drie enige God is. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Kunnen wij niet los van elkaar zien. Moeten wij niet los van elkaar mereka zien. Bekerja bersama-sama. Zij werken samen. Di dalam setiap aspek kehidupan gereja. En zo ook in alle aspecten van het leven van de kerk. Yang adalah tubuhnya sendiri. En dat is zijn lichaam. Dia atau mereka memberikan karunia-karunia. Zij, niet alleen maar één, maar zij geven aan de kerk gaven. Bapa, de Vader, Putra, de Zoon dan Roh Kudus. En de Heilige Geest. Memberikan karunia-karunia kepada manusia, kepada gereja. De gaven aan de mens en wat wij kunnen zeggen aan zijn kerk. Tidak bisa dipisahkan. En dat kunnen we niet los van elkaar Allah zien. Allah Tritunggal itu. We hebben het over de drie enige God. Tidak bisa dipisahkan. Dat mereka niet los selalu elkaar bekerja bersama-sama. En zij werken steeds en altijd samen. Mulai dari awal penciptaan. Het begon al bij de schepping. Kita lihat Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. En dan zien wij ook, lezen wij ook over de drie enige God die samenwerken. Mereka memberikan pemberian-pemberian. En dat zij gaven geven. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Om te scheppen, te maken vanuit het niets tot iets. Coba baca saudaraku. Laten we eens bekijken. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Genesis hoofdstuk 1. Kita lihat di sana. Vers 1 tot en met vers 3. Ja, Allah Tritunggal. We hebben het over de drie enige God. Ja, pada mulanya Allah, ini Bapa. In het begin schiep God, daar is menciptakan de Vader. Langit dan bumi. Schiep God de hemel en de aarde. Bumi belum berbentuk dan kosong. De aarde nu was woest en leeg. Gelap gulita menutupi samudra raya. En duisternis lag op de vloed. Dan Roh Allah kita lihat di sana. En dan zien wij iets en de Geest Gods. Melayang-layang di atas permukaan bumi. Zweefde over de wateren. Maka dikatakan ayat ketiga. En vers 3 berfirmanlah Allah. En firman. God zeide, dit is het woord. Ja, firman yang het belum woord. Jadi manusia. Nanti di perjanjian baru firman itu menjadi manusia het yang woord, dikatakan Yesus Kristus. Dat in het Oude Testament nog niet tot openbaring is gekomen. Het woord dat in de tijd van het Nieuwe Testament wij hebben gezien en gelezen. En dat wordt bedoeld de Heere Jezus. Tetapi sebelumnya dia adalah firman yang hidup itu. Maar voorheen was hij het woord dat leeft. Yesus sudah ada pada waktu sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada, saudara. En Jezus was er al voordat de aarde werd gemaakt. Dia sudah geschapen. Hij was er al. Dia hadir dalam penciptaan itu. En hij was ook aanwezig bij de tijd van de schepping. Bapa, de Vader, firman, het woord dan Roh Kudus en de Heilige Geest. Jadilah terang. En zij licht. Lalu terang itu jadi. En er was licht. Jadi kita lihat di sana dus Allah Tritunggal bekerja bersama-sama dalam penciptaan. De drie enige God werkte samen bij de schepping. Nah, kejadian 1. En dan gaan we verder met Genesis 1. Ayat 26 sampai 27. Vers 26 tot en met vers 27. Di sini kita juga melihat. En daar lezen wij ook iets. Allah Tritunggal. Over de drie enige God. Berfirmanlah Allah. En God zei. Baiklah kita. Laat ons. Nah, bukan baiklah aku. Het staat niet laat mij. Tidak. Baiklah nee. Kita. Maar laten wij of laat ons. Kata kita menunjukkan di sini lebih dari satu, saudara. Ons wijst ons uit dat er meer dan één is. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Laat ons mensen maken naar ons
beeld. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de zee, over de vissen van de zee. Dan burung-burung di udara. En over gevogelte van de hemel. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. En over het vee en over de hele aarde. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. En over al het kruipend die gedierte. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. En God schiep de mens naar zijn beeld. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Naar Gods beeld schiep hij hem. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Man en vrouw schiep hij hen. Kita lihat di sini juga saudara. En vanuit deze verse moeten wij ook iets inzien. Di dalam penciptaan manusia, menciptakan manusia. Bij de schepping, bij het ontstaan van de mensen. Allah Tritunggal ini. We hebben het nog steeds over de drie in God. Mereka berbicara satu dengan yang lain. En zij spraken tot elk ander. Sehingga mereka mengatakan, baiklah kita. En duidelijk wordt hier vermeld, laten wij of laat ons. Jadi gak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Dat kunnen niet van elkaar scheiden. Jadi mereka bersama-sama. Dus zij samen. Memiliki kerinduan yang sama. Hadden dezelfde verlangen. Kesatuan hati. En eenheid van hart. Ya, melakukan segala sesuatu secara bersama-sama. En iets willen doen, iets willen verrichten, gezamenlijk. Bukan hanya pada waktu penciptaan. En dat was niet alleen tijdens de tijd van de schepping. Juga dalam menciptakan manusia. Maar ook natuurlijk ook bij de schepping van de mens. Allah Tritunggal berbicara, berdialog satu dengan God, de drie enige God, zij spraken met elkaar, zij hadden een dialoog met elkaar. Begitu juga. En zo ook. Kepada misi keselamatan. Is dat voor wat betreft de missie van redding. Kita lihat di sorga, saudaraku. En wij lezen iets over de hemel. Ada pembicaraan juga. Was er ook hierover een gesprek geweest. Allah Tritunggal. We hebben het over de drie enige God. Yesaya 6 ayat 8 di sana dikatakan. Laten we samen lezen Yesaya in Yesaya. 6 ayat 8. Yesaya 6 vers 8. Ya. Saya perlu menjelaskan ini semua. Ik moet hierover ook over deze dingen aan u duidelijk bagaimana maken. Bagaimana Allah Tritunggal ini memiliki karakter yang sama. Dan lezen wij ook dat de drie enige God hetzelfde karakter tidak hebben. Bisa dipisah-pisahkan. En wij kunnen ook niet inzien als iets afzonderlijk of tidak bisa dipisah-pisahkan. Niet van elkaar scheiden. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Daarop hoorde ik de stem van de Heer die zei. Siapakah yang akan kuutus? Wie zal ik met een hoofdletter zenden? Nah, ya. Kita lihat. And now lezen wij iets. Di dalam bahasa Indonesia. In de Indonesische taal. Ataupun dalam bahasa Belanda. Maar ook in de Nederlandse taal. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Wie zal ik zenden en wie zal voor ons uitgaan? Tetapi in de Nederlands, ons. Terjemahan bahasa Inggris. Nou, als wij dan verder willen onderzoeken in de Engelse vertaling. Khususnya dalam King James Version. En wat ik bedoel in de vertaling van King James Version. Di sana dikatakan, who will go for us? Ja. En dan wordt dat genoemd. En ook in het Nederlands is hetzelfde. Wie zal voor ons gaan? Oh, rupanya dalam bahasa Belanda juga sama. En het Nederlands is hetzelfde als in de Engelse vertaling. Siapa yang akan pergi untuk kita? Wie zal voor ons uitgezonden worden? Kita lihat. We zien hier. Bapa, we hebben het over de Vader. Het woord dan Roh Kudus en de Heilige Geest. Mereka berdialog.
Zij hadden een mereka dialog. Berbicara satu dengan yang zij lain. Zij hadden gesprek met elkaar. Untuk misi keselamatan. En ze hadden over de missie van redding. Karena tidak ada seorang manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Enkele mens die een andere mens kan redden. Geen enkel manusia mens. Yang penuh dosa tidak bisa menyelamatkan manusia lain yang penuh dengan dosa. Want tidak bisa. Een mens vol van zonde kan nooit een andere mens vol van zonde redden. Dat is misi keselamatan harus datang dari sorga. En de missie voor redding van redding zal alleen uit de hemel kunnen komen. Yang tidak mengenal dosa. Diegene die zonder zonde is. Dijadikan dosa. Werd tot zonde gemaakt. Itulah sebabnya firman berkata. En daarom het woord zegt dat ook. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. En ik zeide, hier ben ik, send mij. Ini firman yang berkata. Dit is het woord dat heeft gesproken. Itulah sebabnya firman menjadi manusia. Hetzelfde woord is mens geworden. Dan diam di tengah-tengah manusia. En heeft onder de mensen gewoond. Ja, lahir di Bethlehem. En hij is ook in Bethlehem geboren. En diberi nama Jezus Christus. En aan hem is die naam Jezus Christus gegeven. Jadi kita lihat, saudaraku. En daarom van hieruit. Untuk misi keselamatan umat manusia. Moeten wij beseffen. Het gaat over de missie van redding voor de hele mensheid. Sudah dibicarakan terlebih dahulu di dalam sorga. En dan lezen wij ook hierover. Dat het voorheen of toen in de hemel is besproken. Dimana Allah Tritunggal. En dat hebben wij ook over dat de drie enige God. Bapa, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Berbicara mereka. Samen een gesprek hadden. Jadi kita lihat di sini, saudara. Dus van hieruit moeten wij dit goed weten. Kita lihat ada kesatuan. Er was een eenheid onder hen. Ada kesamaan visi. En er is gezamenlijke visie. Dan ada kesamaan pemberian. En er is gezamenlijk ook gaven of giften gegeven. Jadi, aan de mens. Bukan hanya Roh Kudus dus, memberikan karunia-karunia. Nu weten wij dat niet alleen de Heilige Geest ons de mens gaven geeft. Anak pun memberikan karunia-karunia. Maar ook de Zoon geeft gaven aan de mens. Bapa pun memberikan karunia. En wij weten nu dat ook de Vader gaven of geschenken geeft aan de mens. Demikian juga saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Zo is het ook voor u en voor mij. Wij vormen de kerk. Ja, kita adalah tubuhnya, tubuh Kristus. En wij zijn allen het lichaam. Wij behoren tot het lichaam van Christus. Christus telah memberikan pemberian yang baik, domata. En Christus heeft de goede gave gegeven, domata. Gereja juga harus memiliki karakter yang sama. En zo ook de kerk moet hetzelfde karakter hebben. Gereja juga harus memiliki spirit yang sama. Maar ook de kerk moet dezelfde geest bezitten. Yaitu suka memberi. En dat is ervan houden te willen geven. Kalau berbicara memberi bukan hanya berbicara tentang uang saja, saudara. En als we spreken over gaven of giften, spreken we niet alleen maar over geld of middelen dat wij willen geven. Ada banyak yang gereja harus berikan. Maar naast geld zijn nog zoveel andere dingen wat ik je behoort te geven. Sehingga gereja benar-benar menjadi terang bagi dunia. Zodat werkelijk ook de kerk als licht mag zijn voor de hele wereld. Memberikan pertolongan. En zo ook hulp bieden of memberikan geven. Dalam topangan doa. En hulp bieden in gebed voor memberi deze. Semangat kepada orang yang lelah. En anderen stimuleren, aansporen van diegenen die moe zijn. Memberikan deze. Motivasi yang baik. En andere mensen ook goede motivaties doorgeven. Ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai gereja. Er zijn zoveel dingen, zoveel zaken wat de Heer heeft gegeven aan zijn kerk. Dan biarlah gereja Tuhan, saudara dan saya. En laten wij nu als Gods kerk of gemeente menjadi kepanjangan tangan Tuhan. U en ik, dat wij als verlengstuk willen zijn
van Gods armen of Gods handen. Untuk memberkati yang lainnya. Om zoveel andere mensen om ons heen te zegenen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Tidak panjangkan firman Allah. Ik zal niet langer maken Gods woord. Biarlah kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. En laten wij steeds meer en meer begrijpen van wat heet Gods wil voor onze leven. Mari saudaraku kita mau berdoa. Kom broeders en zusters, laten we samen bidden. Bapa terima kasih. Vader wij danken. Buat kebenaran firman-Mu. Voor de waarheid van uw woord. Dimana kami boleh belajar Tuhan. En dat wij samen iets willen leren. Tentang tawanan-tawanan yang dibebaskan. De gevangenen die vrijgemaakt worden of zijn. Kami bisa belajar tentang pemberian-pemberian. En wij hebben iets geleerd over gaven of geschenken. Terima kasih buat firman. Wij danken u voor yang uw sudah woord. Yang menjelaskannya kepada kami. En dat semua. Ons steeds meer duidelijk wilt maken. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. En plant uw woord in onze harten. Ajar kami Tuhan. Wilt u ons steeds verder en verder leren hier. Dapat melakukan firman. Zodat we allen bereid zijn uw woord te willen doen. Bukan hanya saja kami mendengar. Het is niet alleen maar dat wij steeds zullen horen. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Maar dat wij worden als doeners, daders van uw woord. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Saudaraku, broeders en zusters, sekarang waktunya. Nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En de liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan saya. Die is met u en mijn leven. Mulai malam hari ini. We beginnen vanaf deze avond. Besok. Ook morgen. Bahkan sampai Maranatha. Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. De Heere Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kristus. Kami sudah berdoa. Hebben wij gebeden. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. De Heere Jezus zegent u allen.